Van den Borre, uw akte van vertrouwen. Goedenavond. Vandaag was het de overgangsdag tussen het hete en droge weer van vorige week en het wisselvallige weer van de week. Met nu nog wel redelijk warm. Op dit moment buiten nog zo'n 20 graden, maar inderdaad nog wat buien. We zitten voornamelijk over het centrum en ook het oosten van het land. Trekt allemaal richting Duitsland. Vanavond toch nog eventjes veel wind met rukwinden mogelijk tot 60 km per uur. Het klaart wel op. Eerst in het westen van het land steeds breder wordende opklaringen en tijdens de nacht wordt het uiteindelijk overal droog. Maar dat verandert morgen. Morgen wordt het erg wisselvallig. Eerst in het westen van het land. Dus zit u morgen in het oosten van het land, dan start u daar al met brede opklaringen. Tijdens de namiddag komen ook daar die buien aan. Soms hevige buien, veel regen op korte tijd. En het gaat ook gepaard lokaal met onweer. Dus tussendoor zijn er soms wel eventjes wat opklaringen. De wind die is zeker en vast aanwezig. Morgen zeker tijdens die buien rukwinden. De wind komt vanuit het zuidwesten. En erg warm wordt het niet. Een kleine 20 graden aan zee, maar toch nog een 22 graden in de Kempen, waar ze dus die zonnige voormiddag nog krijgen. En daarna ja, wordt zelfs die 20 graden moeilijk de rest van de werkweek. Een kleine 20 graden, de warmte die verhuist helemaal naar het zuiden van Europa, het zuidoosten van Europa, helemaal het oosten van Europa. Bij ons dus tijdens het weekend opnieuw wel weer die 20 graden. We zitten het grootste deel van de week onder invloed van lucht, die eigenlijk van oorsprong hier vanuit het noorden komt. Dat is wat koudere lucht. En die pikt dan wat vocht op boven de oceaan. En ja, vocht, dat resulteert dan in bewolking. En morgen alvast de nodige buien. En ook woensdag geregeld buien. Kunnen ook gepaard gaan met onweer. En er is ook nauwelijks zonneschijn. Donderdag al een beetje droger weer. Toch nog altijd buien. Normaal gezien geen onweer meer op donderdag. En ook op vrijdag zou het zo goed als volledig droog moeten zijn. En zaterdag starten we droog. Met best wel veel zonneschijn. Zeker verder of dieper in het binnenland. Maar vanaf de kust komt er nieuwe regen aanzetten. En ja, dan begint het daar in de loop van de namiddag te regenen. Tijdens de werkweek dus een kleine 20 graden. Groot verschil met vorige week. Erg wisselvallig. Morgen en overmorgen, ook donderdag, schuiven dat snel door. Vrijdag komt er wat meer zon aan te pas. Zou het in Vlaanderen althans droog moeten zijn. Zaterdag starten we droog. Maar tijdens de namiddag komt er regen aan vanaf de kust. Maar misschien heeft die regen zaterdag vertraging en komt die pas 's nachts binnen of juist niet. Dat is nog niet zeker. Een goede avond en bedankt voor het kijken. Van den Borre, uw akte van vertrouwen.